Nou, jullie gaan vandaag de CITO-toets maken. We hebben vandaag begrijpend lezen en nog een stukje woordenschat. Hier op de Nederlandse school in München zijn ze in de oranje stemming, maar er moet nog wel serieus gewerkt worden. Toch heeft iedereen de oranje outfit al aan. Ik vind het wel leuk dat ze hier spelen. Dan kan je heel veel oranje fans zien. Ik vind het heel spannend om te kijken of zij gaan winnen of niet. Sommige Nederlanders zijn blij dat Oranje Roemenië als tegenstander heeft. Maar volgens de spits van Roemenië moeten we het team niet onderschatten. I don't know if it will be a big relief for them, because I think we are a tough team. I think we showed our good face, we showed our strength, we played good, and I think they should care more about us. Ja, ik weet dat ze wel eens goed zijn, maar ze zijn ook niet de beste. Ik denk dat Nederland een heel goede kans heeft. Het is eigenlijk bijna het eerste keer dat er zoveel Nederlanders hier komen. En dat vind ik heel spannend. Ja, want als Oranje speelt, komen daar altijd veel fans op af. Een paar uur voor de wedstrijd lopen ze in een grote mars naar het stadion. Ik heb dat gezien, het was heel groot. Ik vind het heel leuk, omdat ik woon in de buurt van de Allianz Arena. En dan is alles oranje. Maar het is nog niet zeker of München er komende dinsdag zo uitziet. Het stadion ligt namelijk 10 kilometer buiten de stad. De fans moeten dan ver lopen. Ja, wel of geen oranje mars. De kinderen hier draaien alvast warm op het schoolplein.